Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Who's Cooking. Ik ben Sabine en ik ga vandaag voor jullie koken. En Robin staat naast mij. Ik wil jullie graag aan Robin voorstellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi Sabine. Ja, wij zijn collega's, dus wij kennen elkaar natuurlijk al heel goed. Ja. Dus, maar ik werk hier ook en ik ben eigenlijk de wijnexpert vandaag. Dus we gaan wat leuks doen, toch? Ja, superleuk. We gaan een heerlijke wijn-spijscombinatie maken met deze wijn van Jacob's Creek. Nou, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. En zoals je ziet zit er nu een speciaal etiketje omheen, want er zit namelijk een winactie bij. En die winactie, daarvoor kan je aanmelden hierboven. Bij deze link. Dus ga je snel aanmelden, want je kan namelijk een masterclass met 3 vrienden winnen. En er worden er 15 verloot. Dus ik zal zeker meedoen als ik jullie was. Ik zet ondertussen mijn pan aan, want gaat Robin jullie wat meer over de wijn vertellen. Ja. En ik ga ondertussen penne alfredo maken. En ik heb mijn kip al eventjes gemarineerd hier. Deze kip ga ik dus gebruiken. En die andere kip die ga ik nog eventjes voor jullie marineren om uit te leggen hoe ik dat dus eigenlijk doe. Heel simpel. Ik gebruik een klein beetje citroenrasp voor het frisje, want dat past ook perfect bij deze wijn, hè, lekker, Robin? Zeker, zeker. Ja, het leuke is zeg maar dat inderdaad iedereen kent deze wijn al. Hè. Deze wijn is te verkrijgen al jaren bij Albert Heijn. Echt een vreselijk lekker glas wijn. Hè, ze hebben een hele mooie range. Het komt uit Australië. En weet je, misschien dat we ook hier de wijn nog heel even in beeld kunnen pakken. Is dat dat etiket was vroeger een beetje oranjig. Weet je, dus iedereen herkende dat wel. Het staat al echt heel lang in dat schap. Nu een heel nieuw fris etiket. En nog steeds alive and kicking. En het toffe is, weet je, dat er meer dan 1 miljoen glazen per dag gedronken worden van Jacob's Creek. Dat is wel heel dus weet erg je, tof. Dit is echt serieus lekker spul. Nou, yeah. Wij gaan er natuurlijk bij koken. Hè, want Jacob's Creek heeft ons gevraagd of wij een gerecht kunnen maken wat bij deze wijn, bij deze Chardonnay past. Toch, Sabine? Ja. Yeah. Nou, vertel eens wat over dat gerecht. Wat is het? Wat ga je maken? Wat ik nu dus op de grillplaat heb gelegd, zijn de kippendijtjes. Ik gebruik kippendij omdat die lekker mals zijn. En dit heb ik gemarineerd met een beetje citroen. Die citroen maakt het geheel lekker fris. Want een penne alfredo is dus de witte saus. En een witte saus is best wel machtig. Ja. Maar dat kan dus heel erg goed met deze wijn. Ja. Want het volle van die Chardonnay vult dit gerecht heel goed aan, hè? Top. Het komt dus uit Rome, hè Sabine? Ja, klopt. Het is penne alfredo, hè? Is zeg maar echt een Romaans gerecht. Precies. Waarbij best wel een wat vollere saus wordt gemaakt, hè? Met parmigiano, wat natuurlijk lekker zoutig is, het frisje van de citroen, platte peterselie, wat natuurlijk ook gewoon allemaal lekker bij elkaar komt. En dan die Chardonnay, wat natuurlijk deze iets voller, hè? Want als je de range bekijkt van Jacob's Creek zit daar ook bijvoorbeeld de Sauvignon Blanc bij, die is wat frisser. En deze Chardonnay is wat voller, heeft een klein beetje houtlagering gehad. Dus past zeg maar daarin lekker om vanavond nog natuurlijk met dit prachtige weer, zeker, grote schaal, veel vrienden uitnodigen en dan gewoon royaal die wijn erin. Want dat is natuurlijk waar iedereen op zit te wachten. Ja. Maar jij gaat hierin verder. Wat leuk. Ja, en ik ben nu dus de saus aan het maken van een penne alfredo. En van origine maakte Alfredo deze dus gewoon met een beurre blanc. Dus een witte botersaus. Ja. Maar we maken hem nu een beetje op een bechamel wijze. Ja. Met natuurlijk parmigiano erin. Om het geel een beetje zoutig te maken. Ja. Dus ik smelt de boter. Daarbij doe ik 3 eetlepels bloem. En die bloem is ongeveer 30 gram. En dan 300 milliliter melk erbij. Maar voordat ik dat ga doen, doe ik er nog een klein beetje knoflook en een rode peper bij. Oh, lekker zeg. Die rode peper geeft het geheel nog wat extra pit. Oh, wat leuk. Een beetje kick. Een gerechtje met een kick. Dus niet alleen maar romigheid, frissigheid, maar ook nog even een beetje baf, een beetje ballen erop. Precies. Geweldig. Daar houden we van. Ja, toch? Dat is leuk, hè? Want dat kan die wijn ook prima aan. Hè? Deze wijn is prima om zo te drinken. Kun je ook natuurlijk bij een lekkere salade met wat kaas of wat dan ook. Of een lekker borrelplankje. Maar doordat deze wijn zeg maar zo gemaakt is, past dat dus ook heel goed hierbij. Ja. En kan hij dus zelfs dat pepertje aan? Nou, dat gaan we straks overigens ook proeven, hè? Dus we gaan natuurlijk wel even testen of dat allemaal wel zo is, Sabine. Zeker. Leuk. En ik heb de pennen heb ik eventjes gekookt alvast. Ja. En die heb ik gekookt in kippenbouillon. Dat is een truc heerlijk van mijn moeder. Die kookt altijd de pasta in de bouillon. Ja. Om die pasta alvast wat meer smaak te geven. Ja, grappig, hè? Dat doe ik ook vaak. Ook met groenten en zo, weet je wel. Dan blancheer ik de groenten altijd in bouillon. Want dan geef je meteen wat meer smaak natuurlijk aan die groenten. Maar aan die pasta kan natuurlijk ook. Ja, heerlijk is dat. Lekker.
Hey, en dit moet zeg maar gedraaid worden. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het wel. Ja, het ziet er prachtig uit. Wat een co-creatie dit, wat leuk. Ja. Doen we normaal gesproken nooit dit, maar het is eigenlijk best wel gezellig. Ja. Ja, dat moeten we vaker doen. Zeker. Nou, de bloem is ondertussen gaar. Ja. Hoe kan je dat zien, dat die bloem gaar is, weet je dat? Nou, ik doe het ook wel een beetje op gevoel, maar ik zie al, ik breng hem altijd een beetje aan de kook, dus dan gaat hij een beetje borrelen. Ja. En de boter is helemaal opgenomen. Ja. Dus die is goed. En nu gaat zeg maar de koude melk erbij bij de warme roe. Precies. Dat is toch een, hè, dus of koude roe met warme melk, of warme roe met koude melk, toch? Dat is altijd een beetje de combinatie, anders gaat hij klonteren, toch? Ja. Ja. Nou, nu gaat het niet klonteren. En ik doe het ook heel erg goed met mijn garde. Ja. Een beetje mengen zo. Lekker hoor. Ik krijg er nu al honger van, jongens. Het is 22:30. Ja. Maar je moet je voorstellen, op de redactie van Smulweb doen wij dit natuurlijk iedere dag. En de hele dag door ruikt het hier zeg maar naar heerlijke dingen. Of het nou iets met dessert is of zo'n heerlijk recept. Dit gaat zeker op. Dit is heerlijk. Ja. Lekker ontbijtje. Ja, precies. En Sabine, je had toch gezegd natuurlijk die kippendijen, maar laat je die gegrilde kip straks heel? Of snij je die straks nog even kleine stukjes? Ja, die snij ik eventjes in, net zoals bij een Caesar salad, in reepjes. Een beetje, dus die kan je er dan zo overheen. Leuk. En dan lekker royaal, zeg maar, op tafel. Klopt. Top. Nou, die saus is alweer bijna klaar. Ik heb hier nog 50 gram geraspte Parmezaanse kaas, die gaat erbij. En dat maakt het echt helemaal... af. Klein beetje peper en zout. Gebruik niet te veel zout, want die Parmezaanse kaas is al best wel zout van zichzelf. De grillpan gaat uit. Ik denk dat de kippendijtjes al best wel goed eruit zien. Ik draai ze nog heel even om. Er bijna zijn. Leuk. Zo. Beetje peper en zout. En dan kunnen we al bijna eten. Leuk. Nou, misschien dat we nog eventjes hier naartoe kunnen, Joël. Kom even mee. Kijk, we hebben hier, hierachter hebben we natuurlijk de hele range staan. En nogmaals, jongens, dit kennen we al lang, hè. Lange breed, jarenlang al bij Albert Heijn in de schappen. Het etiket is veranderd. Het is iets chiquer geworden, vind ik zelf eigenlijk wel. Maar die hele range, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc en Chardonnay. Dus eigenlijk voor ieder eetmomentje kun je gewoon lekker pakken wat je wil. Hè? Maar bij wijze van spreken, dat zeggen we natuurlijk nu niet, maar dat doen we toch wel. Kijk, zo'n Merlot bijvoorbeeld, als je die nou even een paar graden terugkoelt... een graad of 12, 13, is dat ook zelfs lekker hier bij dit gerecht. Ja. Maar die witte ook. Dus je kunt eigenlijk daarin best wel een beetje variëren. Dus hartstikke fijn. Zijn we al zover? Hebben we al iets om... Ja. Kijk, ik heb hier nog een beetje platte peterselie. Ja. Om echt al die smaken zo bij elkaar te brengen. Lekker. Hey Sabine, maar als jij nou voor dat schap staat, hè, bij de Albert Heijn, hè, en hoe kies jij dan jouw wijn uit? Weet je dat? Nou, ik heb wel een paar favorieten. Ja? En ik hou heel erg van zulke soort Chardonnay, want het is gewoon zo lekker vol. En ik let ook heel erg goed op wat erbij staat. En de etiketten lezen helpt ook vaak. Ja. Er staat meestal ook wel wat informatie op. Ja. En op een gegeven moment weet je het ook wel wat je lekker vindt. Ja, en dat is natuurlijk wel eigenlijk het belangrijkste. Hè? Dus als je weet wat je lekker vindt, dat moet je dus onthouden. De rest, zeg maar, wat al die mensen allemaal zeggen, dat kun je zo weer vergeten. Wijn is lekker of wijn is niet lekker. En als je dit nou lekker vindt, onthoud dan gewoon, hè, wat heb ik gedronken, waar komt die wijn vandaan, welk ras is het? Is het Chardonnay of is het nou zeg maar die Sauvignon Blanc? En dat is eigenlijk wat je moet onthouden, toch? Precies. Nou moet ik wel zeggen dat ze in de supermarkt dat tegenwoordig wel steeds makkelijker maken, omdat die wijnen ingedeeld zijn op smaaktype, hè? Fris of vol of rijp. Ja. De kerntemperatuur van de dijtjes? Nou Henry, goed dat je het vraagt trouwens, maar die kerntemperatuur heeft altijd te maken met hoe groot is dat stuk vlees en van welk type is het vlees. Maar is het varkensvlees, hè, zal ik de kerntemperatuur wat hoger houden, bij kip ook zeker. Maar bij rundvlees bijvoorbeeld is de kerntemperatuur zo rond die 55 graden, als je hem in ieder geval wat rosé wilt serveren. Maar dat is natuurlijk ook een beetje persoonlijke smaak, want ik weet nog wel dat mijn moeder vroeger wel eens varkenshaasjes maakte, maar die houdt die varkenshaasjes ook redelijk zeg maar, aan de roze kant. Anders drogen ze weer uit en zijn ze droog. Maar er zijn ook allerlei staatjes voor te vinden hoor, op internet. Maar voor de kip zal ik hem in ieder geval absoluut zeg maar, tegen die 60 graden of plus houden. En voor rundvlees misschien iets lager.
Zo, ik doe ondertussen doe ik de pennen in de kom. Ik maak nu een mooi bordje voor twee personen, want we zijn nu met z'n tweeën. Lekker hoor. Hey Sabine, zou je hier nou bijvoorbeeld ook nog een beetje rucola of zo doorheen kunnen doen? Of, Ja, zeker. Wat zeg jij met in combinatie met de wijn? Nou, dat zou ik dan bij de wijn misschien niet doen. Ik zou hem even verhouden zoals hij nu is. Dat romige, die platte peterselie komt er straks natuurlijk ook nog bij. Dat geeft ook nog wel een klein frisje. Ja. Maar ja, het wordt natuurlijk vandaag lekker weer. Dus het kan ook zijn dat ik serveer er nog een salade naast bijvoorbeeld. En nodig vooral al je vrienden uit thuis vanavond. Want ja. Dan zijn we een van die heerlijke avondjes. Het ruikt ook lekker, jongens. Het echt van, staat daar boven. Je ziet daar, dat zien jullie niet in beeld, maar die romige pasta staan. Dus ik kan niet wachten om dit eens even te proeven. Ja. Sabine? Ik heb Alfredo saus gemaakt. En dit is dus een roomsaus eigenlijk, een romige saus. En dat is de witte pasta saus. Daarbij heb ik knoflook en een beetje rode chilipeper gebakken. Dus dat geeft het geheel een beetje pit. En dan deze citroenachtige kip erbij. Die citroen heb ik gemarineerd met. Of die kip heb ik gemarineerd met citroen, sorry. Mm-hmm. En daaroverheen gaat dus een beetje platte peterselie. Mm-hmm. En nog een beetje citroenras, want daar hou ik wel van. Lekker. Ja, juist ook dat frisje, zeg maar, is ook weer tof. Dat komt weer terug in de Chardonnay. Ja. Die heeft ook echt wel een mooie hint van citrus. Maar ook natuurlijk rijpe tonen van wat rijper fruit, zoals meloen, et cetera. Ja, dus dat heerlijk. Komt weer mooi terug. Zo. Hey Sabine, wil je nou zeg maar zo'n masterclass winnen, hè? Dan moet je even reageren op de link in dit bericht. Want zeker. Als je daarop reageert en je inschrijft daarvoor, kun je dus een heuse masterclass winnen met drie vrienden. En dan ga je natuurlijk nog veel meer leren over hoe je dit soort heerlijke wijn-spijscombinaties kan maken. Ja, dat is wel onwijs leuk om te leren. Dat is super tof. Echt heel tof. Dus reageer vooral hierboven. Ja. Wij gaan eventjes toasten. We gaan proosten met elkaar. Nou, en dit proeven. Op het mooie weer. Cheers. En op een lekker leven. Ja. Ik ga ook een hapje proeven als je dat niet erg vindt. Zeker. Want het recept komt natuurlijk weer bovenaan te staan. Dus ga het lekker maken allemaal in combinatie met deze heerlijke wijn. En we zien jullie morgen weer. Tot morgen. Oh jongens, dit is echt heel lekker. Fijne dag vandaag. Bye. Cheers. Nou, nice.